Als jullie mijn kanaal al een tijdje volgen, dan weten jullie best wel dat ik af en toe een video heb gemaakt waarin ik 1 uur lang PazyBit speel. Dat kon van alles zijn. 1 uur lang packs openen, 1 uur lang versus spelen, 1 uur lang traden, 1 uur lang weet ik veel, zoveel mogelijk kaarten gaan krijgen. Allemaal fantastische video's hebben gedaan. Maar vandaag komt misschien wel de ziekste online, want we gaan vandaag 1 uur lang special plus packs openen. Dat zijn eigenlijk de beste packs die je kan kopen in de store altijd. Daar betaal je normaal 130.000 coins voor per pack. Maar ik heb op dit moment 1850 PazyBit tokens. Dat zijn in totaal meer dan 200 van die special plus packs. En dit, ja, dat krijg je niet eens in 1 uur op, denk ik. Dus ik denk niet eens dat ik al mijn tokens kan opmaken in 1 uur. Maar in ieder geval gaan we gewoon 1 uur lang alleen maar special plus packs openen. En jullie krijgen gewoon de hoogtepunten te zien. En ik ga een beetje bijhouden wat voor kaarten ik krijg. Hoeveel Team of the Seasons, hoeveel icons. Dus daar krijgen we dat ook te zien. En dan ben ik benieuwd hoeveel we gaan krijgen. Dit is dus Team of the Season nummer 1. Ik haal trouwens alleen de echt special cards bij. Dus de icons, Team of the Seasons, eventueel Team of the Years of andere zeldzame kaarten. Maar dat is dus wat ik ga doen. En als jullie er zin in hebben, smash af dat duimpje omhoog. Zouden we de 2000 likes kunnen halen op deze zieke PazyBits video's die super awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte van al mijn andere mobiele game video's. Maar ik zie jullie weer als ik even iets goeds ga packen. En dat gaat niet te lang duren, want we krijgen nu alweer een Team of the Season. Maar joh, we hebben nog maar 3 packs geopend. En nu al 2 Team of the Seasons. Dit is denk ik niet een hele goeie. Het is wel een beter als de vorige, want dat was geen walkout. Dit is wel een walkout. Dus we gaan al langzamerhand wel iets beter. Maar 87 is natuurlijk nog steeds niet heel best. Maar we hebben wel 2 Team of the Seasons. Dat is wel nice. Oh, lol. Dit is een PazyBits icon. Die had ik nog niet eens genoteerd. Dan zal ik dat ook even noteren. PazyBits icon. Daar hebben we er nu dus 1 van. Maar yo, dat is echt ziek nice. Dat zijn zulke zieke spelers om te krijgen. Dit is natuurlijk die Khan. Wat ook nice is. Oh, dit is echt super awesome. We zijn nog maar net bezig. Nu al 2 Team of the Seasons en een PazyBits icon. Oh, dit gaat zo'n lijpe video worden. Dat kan haast niet anders. Oh, wat een begin is dit, jongen. En ik hoop eigenlijk ook nog dat we een Team of the Year kunnen krijgen of zo. Dit is iets minder speciaal. Ja, of je moet zo'n futties winner hebben. Die zijn wel zeldzaam. Maar de gewone futties maakt wat minder uit. Maar ik zie jullie weer als we weer iets goed krijgen. Hopelijk krijgen we gewoon misschien wel 2 of 3 PazyBits icons. Dat zou helemaal nice zijn in deze packs. En we krijgen nu een icon. Dus dat is nice. Dan hebben we ook een gewone icon. Het zou ook wel nice zijn als we ook nog een moment icon kunnen krijgen. Maar we hebben dus nu al 2 Team of the Seasons, een gewone icon en een PazyBits icon. En we hebben nog niet, volgens mij ongeveer 100 punten op. Maar dit is 94 rated Yassine. Dat is echt een zeldzame. Hoezo, we krijgen ook niet zomaar een icon. We krijgen ook gewoon een ziek groeien meteen. Dit is echt niet normaal wat we tot nu toe krijgen. Dit wordt echt een lijpe video. En we hebben nog meer dan 1700 tokens te gaan. Ik had het echt niet geloven bijna. Oh, weer een icon. Nice. Kom op, laat het een moment icon zijn. Nee, dat niet. Maar dit is wel icontje nummertje 2. Dan ben ik benieuwd wie gaat winnen. Team of the Season of icon. Want we hebben van beide nu 2 gekregen. Dit is natuurlijk van de Saart zijn slechtste versie volgens mij. Dus dat is wel een beetje jammer. Sterker nog, ik weet zeker dat dit de slechtste versie is. Dus dat is wel jammer. Maar in ieder geval weer een icon. Dus we hebben er nu 2 op de teller staan. Oké, dit is wel even leuk om te laten zien. Ik zal dit niet noteren, maar Sancho 90 rated. Dit is echt een goede speler. Dat is echt een beast, joh. Hij is overal goed in. Zijn Team of the Season is nog veel zieker. Maar daar, ja, die krijgen we nu helaas niet. Maar wel een goede speler om even te laten zien. Dit is trouwens al volgens mij walkout nummer 5 achter elkaar. Hiervoor kreeg ik hem al in vorm walkout. Maar dit is echt niet normaal. Hij krijgt de ene goede speler naar de andere. Het zijn alleen eigenlijk net niet goed genoeg de spelers om ze allemaal te laten zien. Maar dit is Philippe Louise. Het is dat ik nu praat dat jullie hem krijgen zien. Krijgen te zien, maar anders had ik hem misschien niet eens laten zien. Maar het is wel een leuke speler. Maar niet goed genoeg eigenlijk voor deze video. Ik wil gewoon dikke icons, Team of the Seasons, dat soort spelers krijgen natuurlijk. Yay, icontje nummer 3. En weer geen moment icon. Een gewone icon. Maar dat betekent wel dat de icons momenteel voorstaan op de Team of the Seasons. Want ik heb in de tussentijd nog geen Team of the Season erbij gekregen. Het is alleen weer geen hele goeie. Inzaghi 87. Je hoopt dan toch op een betere. We hebben natuurlijk net wel een hele goede gekregen. Maar ik hoop dat we toch nog even 1 speler trouwens deze video krijgen van 97 plus. Gewoon 1 bizar goede speler. Maar daarvoor hebben we nog heel veel tokens te gaan. Dus dat kan nog best wel gebeuren. En dit is Varane. Oh nee, dit is Benzema. Dat kon natuurlijk ook. In ieder geval prima spelen. Oh, dat is een nieuwe. Lol. Die had ik nog niet. Ja, ik heb nog niet alle informs. Maar dan hebben we toch ook een nieuw kaartje erbij. Dat is op zich ook wel leuk meegenomen.
Lol, dit is alweer een nieuwe inform. De pack hiervoor heb ik niet laten zien, maar dat was ook al een nieuwe inform. Dus ik heb binnen een paar packs gewoon 3 nieuwe kaarten gekregen. Ja, het heeft voor mij nog niet echt nut meer om al die SBC's te doen elke dag weer om informs te krijgen. Want dat is eigenlijk best wel makkelijk om bij te houden. Maar het is gewoon een beetje onzin, want ik heb die 100% badge al. Dus ik ga niet meer al die SBC's elke dag doen. Want dat heeft voor mij momenteel geen toegevoegde waarde meer. En dan kan ik ook eens af en toe een nieuwe speler krijgen uit de pack. Als ik bijvoorbeeld zo'n pack opening opneem. Dus dat is op zich ook wel leuk. Oh lol, ik zat een beetje naar de computer te kijken. We hebben ook nog een speler van boven de 97. Ik zei net nog, het lijkt me super nice om er een te krijgen. We krijgen Messi, 98. Wojo, dit is wel echt een hele zieke kaart. Oké, deze video kan nu al niet meer stuk. Al Pacey Bits eigenlijk nog allemaal andere zieke kaarten. Ik zal trouwens even noteren dat we een speler hebben van 98. 98 Messi. Dan weet ik dat, dan onthoud ik dat in ieder geval. Maar dit is echt een hele zieke kaart. Misschien nog wel zeldzamer als de Team of the Year van 99. Want deze zie je veel minder vaak. Dus ik ben hier echt blij mee. Oh, wat een zieke pack, leuk. En we hebben nog maar 300 van die tokens op. Hoe lang ben ik trouwens aan het opnemen? Dat kan ik hier wel eventjes zien. Dat staat op de computer. Ik ben nu bijna een kwartiertje aan het opnemen. Dus we kunnen nog best wel heel veel openen. En dit was volgens mij een Team of the Season. Volgens mij wel. En dit is inderdaad de Team of the Season. Dat betekent dat de Team of the Seasons en de icons natuurlijk weer gelijk lopen. Dit is Carrasco. Die is volgens mij 89. Ja, inderdaad. Prima Team of the Season. Volgens mij de beste Team of the Season die ik tot nu toe in deze video heb gekregen. Dus dat is wel nice. Natuurlijk lang niet zo goed als die Messi die ik net kreeg. Maar het is in ieder geval weer een goede speler. Dus dat is chill. En de volgende pack en icon. Dus de... Oh, een moment icon. Oh lol, dit is die Farman. Nice. Een moment icon zal ik ook even noteren. Daar hebben we er dus nu één van. Dit is die trollspeler. Ik vind het echt baas. Ja, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. 83, maar het is wel grappig om hem te packen. Dus ik vind het wel nice. En het is en blijft natuurlijk wel een moment icon. Dus het is echt bizar hoe goed te zien we gaan. Eigenlijk moet ik ook nog even een Team of the Year krijgen. Dat zou helemaal perfect zijn als we dat ook nog gaan krijgen. Nou, 92 rated Aubameyang. Ook zeker geen verkeerde speler. Gewoon ziek en qua statistieken natuurlijk ook nice. Bijna 99 pace, 98. Maar hij is ook nog snel, kan goed schieten. En trouwens, pace is natuurlijk snelheid. Maar hij is daarnaast ook gewoon kopsterk. Hij kan gewoon alles. Volgende speler een icon. En dat betekent dat de icons momenteel wil voorlopen. Eigenlijk liepen ze al voor. Want we hebben nu in totaal 5 icons. Maar daarvan 1 moment icon. En 4 zeg maar gewone icons. Dit is 88 rated Lehman. Ah ja, gaat ermee door. Gewoon een middel icon. Weet je, is goed genoeg. Ik vind het dikke prima. Maar dan gaan we gewoon weer lekker verder met packs openen. En deze skipping, want dit is een gewone kaart. Oh, lekker hoor. Een Team of the Season. Het is alleen weer geen goeie. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik heb nog niet echt een zieke Team of the Season boven de 90 gekregen tot nu toe. Maar dat kan misschien nog gebeuren, want we gaan natuurlijk nog heel veel packs openen. En deze inform skip ik gewoon, want het maakt niet uit wie je krijgt. Het is toch sowieso niet heel nice. Oeh, lol, we krijgen nog een Pacebits icon. Oh, dit is echt ziek. Dit krijg je bijna nooit, maar we hebben gewoon 2 Pacebits icons in 1 video. En dit is Beckham. Ik ben benieuwd welke versie dit is. Hopelijk een van zijn betere. Nou, nee, dit is volgens mij een van zijn mindere. Maar het is er gewoon weer eentje. Beckham 89. Van yo, dit is echt lijp. Dit is niet normaal veel leuk dat we gewoon 2 Pacebits icons in 1 video krijgen. Dus dat betekent dat we nu 2 Pacebits icons hebben. 1 moment icon en 4 gewone icons. Echt ziek voor icons tot nu toe. We zitten al gewoon bijna op de 10. Dit is echt bizar. En dat is icon nummertje 8. Het is een gewone icon dit keer. Dus dat betekent dat we 5 gewone icons tot nu toe hebben gepakt. En 8 verschillende soorten icons als je alles bij elkaar optelt, zeg maar. Maar wie is dit? Centraal verdediger Baresi. Mwah. Ja, het is weer zo'n icon. Net wel, net niet. Het is in ieder geval goed genoeg. Ik heb in ieder geval weer een icon erbij. Dat is wel nice. Maar als ik dan een icon krijg, wil ik eigenlijk sowieso 90 plus hebben. Dan heb je nog het idee van, ja, dat is echt een hele goeie. Oh, dit is een Team of the Season. Oh, weer geen walkout Team of the Season. Wat is dit? Het is wel Team of the Season nummer 6. Maar we hebben van de 6 hebben volgens mij maar 2 walkouts gehad. En zelfs die walkouts vielen wel mee. En Carrasco was dan de beste van 89. Ja, als je dan 6 Team of the Seasons bekt, verwacht je wel dat er wat beters tussen zit. Maar misschien dat we zo meteen in één keer, boom, Team of the Season Ronaldo of Messi krijgen. Je weet het niet, hè. En, oh, eindelijk. Een Team of the Season wat ook nog eens een walkout is. Dat mag ook weer eens. Zou dit Mahrez zijn? Nee, dit is geen Mahrez. Heeft hij een Team of the Season? Ik denk het trouwens niet. Maar maakt niet uit. Links midden, dit is wel 90 rated. Dus de beste Team of the Season tot nu toe. Dat mocht ook eens. Oh, yo, dat heeft echt veel te lang geduurd. Maar eindelijk het goede Team of the Season. Maar we gaan er denk ik nog wel 1 of 2 krijgen. Want we hebben nog heel veel packs te gaan natuurlijk. Oké, nice. Weer een Team of the Season. Dus dat is nummertje 8. En het is weer een walkout. Zou dit over de 90 gaan? Dat zou kunnen. Ik heb geen idee eigenlijk. Het is 89. Oké. Weer niet.
over de 90. Maar dat maakt niet uit, we hebben er net heen gekregen. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. Maar dat betekent dat we nu gelijk zitten qua Ikes en Team of the Seasons. Ik heb in totaal 8 verschillende soorten Ikes gepakt. En nu in totaal 8 Team of the Seasons. Dus dit gaat een erg spannende strijd worden. Ik ben benieuwd wie uiteindelijk gaat winnen. Oké, de Icon begint nu weer op kop te raken. Want we pakken er weer een Icon bij. Ik zal het even noteren. Dan hebben we nu in totaal 6 Icons. En dit is Raoul 88. Nou, redelijk. Ja, het is allemaal een beetje hetzelfde wat ik krijg. Al die Icons zijn een beetje 87, 88. Eén uitschieter, die Yassine, die keeper, die was natuurlijk 94. Dat was wel nice. Maar daaromheen is het allemaal een beetje rond 88. En wat is dit? Dit is een Pacebits Icon. Dat betekent trouwens dat de Icons hebben gewonnen. Maar dat is ook dat we gewoon 3 Pacebits Icons hebben gepakt in één video. Want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is echt bizar. Dit is echt heel bizar. Dit is die Way natuurlijk. 90 heet het. Echt ziek. Maar ja, er zijn we 10 Icons in totaal. Wel allemaal verschillende soorten Icons. 3 Pacebits Icons, 1 Moment Icon en 6 gewone Icons. Maar dat was nog, dit is echt bizar gewoon. Dit is echt heel ziek. En nu krijgen we ook nog een Team of the Season. Maar ja, dat is eigenlijk al te laat, want de Icons hebben gewonnen met rood toen naar de eerste 10. Maar wie is dit? Dit is een Nederlander. Dit is Dumfries of Luc de Jong. Dit is Dumfries. Ja, nice. Die is volgens mij 90. Ja, inderdaad. Dus wel weer een goede Team of the Season erbij. Je hebt ook veel betere, maar je hebt ook heel veel slechtere. Dus ik ben er zeker weer blij mee met Dumfries. En hij is ook echt een beast in FIFA. Ik heb hem echt veel gebruikt. Sterker nog, een mindere versie van hem heb ik veel gebruikt. In mijn serie, toen ik een eredivisie team had in FIFA Bouts, toen heb ik gewoon volgens mij 83 versie of zo heel veel gebruikt. En die speelde al ziek. Moet je nagaan hoe ziek die 90 versie moet zijn. Oh, dit was eigenlijk het enigste wat ik nog miste. Ik pack nog een Team of the Year. Wat is dit? Neymar! Nee! Nee, dit is echt heel bizar. 97 heet het Neymar. We hebben ook een Messi gekregen, maar dit is echt niet normaal. We hebben gewoon alles. Alles. Pacebits Icons, Team of the Years, Moment Icons, gewone Icons, Team of the Seasons. Maar dit overtreft wel helemaal alles. Wat is dit bizar, jongen. Ik ben trouwens wel al bijna een uur bezig. Dat hebben jullie misschien niet helemaal door, maar... Ja, ik ben wat langer bezig dan gedacht. Dit is trouwens Team of the Season nummer 10. Dit is Wormcore. Maar wat is dit ziek overpowered, jongen. Dit is echt niet normaal. Maar ja, we hebben nu ook 10 Team of the Season in totaal. Maar we kunnen nog over 10 minuutjes door. Dus we gaan nog wel even door met het openen van packs. Ik denk als ik de hele tijd volop bezig was geweest met openen. Dat ik misschien iets meer had kunnen openen. Maar ik moet ook heel veel wachten. Bijvoorbeeld dit soort informs laat ik normaal niet zien. Want Royce is natuurlijk niet echt de moeite waard, 97. Maar dan moet je wel de hele tijd wachten. Omdat dat die animatie best lang duurt. Vooral die inform. Nu weer. Ja, het is ook niks. Maar ik zie jullie weer als we iets goed krijgen. En hopelijk kunnen we in het laatste kwartiertje dan ook nog een paar ziek goede spelers krijgen. Nou, ik ben ondertussen alweer een tijdje bezig. Maar ik krijg niet echt goede spelers meer. Ook kreeg Terra trouwens nieuwe inform. Oh, dit is trouwens wel een Team of the Season. Maar hiervoor kreeg ik wel van Walker. Allemaal van die domme inform die ik dan niet laat zien. Maar wie is dit? Duitsland. Dit kan een redelijk goede zijn. Ik weet alleen niet of dit ook een hele goede is. Maar daar gaan we nu achter komen. 88. Dat valt een beetje mee. Maar dat betekent dat we nu in totaal 11 Team of the Seasons hebben gepakt. Maar mijn uur zit er bijna op. Dus ik weet het goed gemaakt. Bij de eerstvolgende Icon of Team of the Season walkout stop ik. Dan wordt dat de laatste speler die ik ga krijgen in deze video. Kan misschien heel snel gaan. Kan misschien lang duren. We gaan het gewoon zien. Bij die speler stop ik in ieder geval. Dan weten jullie dat ook. En dan hoop ik dat we kunnen afsluiten met de knallen. Maar het maakt in principe niet uit. Want we hebben al ziek veel goede spelers gepakt natuurlijk. Maar ik wil geen Man of the Match als laatste spelen. Dat is niet leuk. Nou, en dat betekent dat dit de laatste pack gaat worden. Het is een Team of the Season. Ik heb het gezegd. Alleen denk ik dat dit wel echt een hele slechte is. Maar het is in ieder geval een walkout. Dus dat is wel nice. 88 reden. Maar ik vind het best geweest. Ik heb ziek veel packs geopend. Ik heb in totaal 1000 tokens opgemaakt. Dat is echt bizar veel gewoon. Dus dat is echt niet in één keer poef op. Daar heb ik ook vet veel goede spelers voor gekregen. Ik zal het trouwens even opnoemen. Ik heb 12 Team of the Seasons. 6 gewone Icons. 1 Moment Icon. 1 Team of the Year. 3 Pacebits Icons. En daarnaast heb ik ook nog 98 rated Messi gekregen. Die niet eens daarbij hoort. En daarnaast heb ik natuurlijk ook vet veel andere goede spelers gekregen. Maar die heb ik niet allemaal laten zien. Sommige wel, sommige niet. Maar heel veel walkout informs. Maar die vind ik gewoon niet goed genoeg om te laten zien. Weet je, die zijn niet heel zeldzaam. Maar wat een pack opening was dit. En wat een spelers gepakt. Echt niet normaal. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten voor die 2000 likes. En mocht je een ander idee hebben voor een 1 uur lange video, laat me weten in de comments. Maar dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal.
Blijf je op de hoogte van al mijn video's en word je natuurlijk lid van de Boze Army. Let's go!